In het vorige filmpje heb ik u geleerd hoe schermafbeeldingen of screenshots gemaakt kunnen worden van een deel van het scherm of van het hele scherm. Standaard worden deze schermafbeeldingen opgeslagen op het bureaublad. En dat kan wel eens lastig zijn. U kunt de behoefte hebben om die schermafbeeldingen netjes in een mapje te willen opslaan. Stel je voor dat u heel veel werkt voor een project met schermafbeeldingen, dan is het lastig dat dat allemaal op het bureaublad wordt geplaatst. We gaan daarvoor werken met een commando en we gaan werken met de terminal. En dat commando wordt ingevoerd in de terminal. Allereerst is het belangrijk om te weten waar de schermafbeeldingen worden opgeslagen. En dan praten we over dat we het juiste pad op de computer kunnen zien of definiëren. Ik selecteer een schermafbeelding en ik druk de toetsencombinatie Command en I in. Dan komt er een informatie over deze schermafbeelding. Dit is de locatie. En wanneer ik deze reeks selecteer, door middel van Command C, dan plak ik hem eventjes in dit tekstbestand. En dan zie ik precies het pad waar de huidige screenshots worden opgeslagen. Ik ga vervolgens een mapje aanmaken op het bureaublad. En dat doe ik door rechts te klikken op het bureaublad en ik kies voor nieuwe map. En die map die geef ik even een naam. Screenshot. Screenshots. Ik kopieer die naam ook, want het is belangrijk dat we de juiste spelling hebben. Appeltje C. Zo. En ik plak dit achter deze reeks. Vergeet niet die schuine streep, die slash forward te doen. Nu heb ik dus een reeks gemaakt waar ik wil graag dat mijn screenshots voortaan in bewaard worden. Ik kopieer deze reeks en ik doe dat heel exact. Command C, dus deze reeks staat nu in het geheugen van de computer en ik plaats hem in deze plek. Ik selecteer heel precies en ik plak door middel van Command V deze plek in deze reeks, in deze opdracht voor de terminal. Controleer het dat er niet per ongeluk spaties staan tussen bijvoorbeeld hierachter. Dat is iets wat absoluut vermeden moet worden. We gaan nu dit commando voor de terminal selecteren en kopiëren. Dus dat het in het geheugen staat. Command C. En nu gaan we de terminal opstarten en we gaan tegen de terminal zeggen: voortaan willen wij dat onze screenshots worden bewaard in deze map. Users, naam van de hoofdmap, op de desktop, in de map, screenshots. We starten de terminal op. Klik op het zoekvenster en typ in terminal. En start de terminal op. Op deze plek, standaard, je hoeft niets te doen, druk in Command en V. En we geven nu de opdracht aan de terminal door middel van de knop Enter. Hebben we de opdracht gegeven. En als het goed is, als ik nu een screenshot maak door middel van de toetsen Command, Shift en 3. We horen dat we een screenshot hebben gemaakt. Dan zou die in deze map, in de map Screenshot, moeten worden opgeslagen. En dat is gelukt. Hier staat de screenshot in de map Screenshots op de Mac. Dus op deze manier kunt u zelf een map aanmaken waar de screenshots worden opgeslagen.